En ja, is er dan nog een nadeel aan de auto? Ik denk dat uiteindelijk het enige negatieve aan het geheel is dat hij echt vreselijk veel benzine verbruikt. Maar daar heeft Lamborghini ook wat op gevonden, namelijk cilinderuitschakeling. Jawel, zelfs deze 6,5 liter V12 heeft cilinderuitschakeling. Dus op dit moment, nu wij hier in Strada rustig 100 km per uur rijden op de ring, zet de motor gewoon de helft van de cilinders uit. Hebben we een mooi icoontje hier in het dashboard en is het gewoon maar een 6-cilinder.